Bij de viering van 49 jaar staatkundige onafhankelijkheid zullen de verschillende korpsen en diensten zoals jaarlijks optredens verzorgen voor het publiek. Opmerkelijk is dat dit jaar 11 parachutisten een show zullen geven vanuit een helikopter met een mammoetvlag. Dit vertelde luitenant-kolonel Bob Mangal van het Nationaal Leger vandaag tijdens een persconferentie. Het persmoment is belegd in het kader van een betere informatiestroom rond de viering van Onafhankelijkheidsdag. Wat betreft de medische assistentie bij calamiteiten en veiligheid, zullen we met betrekking tot de medische assistentie een medische post hier inrichten in de congreshal. En daar zal er toegevoegd worden deskundigheid van militaire hospice, van de militaire geneeskundige dienst, aangevuld met artsen vanuit volksgezondheid. En natuurlijk zullen er ook ambulances bij zijn voor eventuele evacuaties naar hogere echelons. Wat betreft de veiligheid, daar zullen er patrouillerende eenheden zijn van de politie, van het leger en van de nationale veiligheidsdiensten conform hun veiligheidsplan. Ik wil ook nog even meegeven wat me ontgaan was, dat er vooraf aan alle activiteiten ook 21 minuutschoten zullen zijn op 25 november. De minuutschoten zullen op een locatie gehouden worden ergens in het noorden van Paramaribo. Politiewoordvoerder Milton Kentmeel gaf aan dat er een paar wegopleggingen zullen zijn rondom het onafhankelijkheidsplein om alles ordelijk te laten verlopen. Stanley Dijksteel, adviseur van de president, zei dat de werkzaamheden die gevoerd worden aan de waterkant geen invloed zullen hebben op de residentieviering. Hij stelt dat er flink huiswerk gemaakt is om alles op de puntjes te laten verlopen.